creatieve gedachte waar Surf ooit op begonnen is, is volgens mij in deze tijd belangrijker dan ooit. Het bestuurlijk besef dat je dingen met elkaar moet doen is echt veel sterker geworden. Er zijn niet meer zo heel veel bestuurders die ik tegenkom die zeggen, oh nee, dat doen wij als instelling wel zelf. Ik hoop dus dat we die bestuurlijke verbinding kunnen versterken met elkaar. En dat lukt, hè? Dat hoor je achter ons. En dat bestuurders zich bewust blijven van de verantwoordelijkheid die ze zelf ook hebben om samen aan Surf te werken en met Surf te werken. In de wetenschap hebben we echt de laatste jaren een enorme zwaai gemaakt naar oké, we willen graag wat toevoegen, kennis, innovatie, maar dat moet ook wel impact hebben. En dat mag je zien in de breedste zin van het woord. Economisch, maatschappelijk, sociaal en zelfs de meest fundamentele onderzoeker vindt dat eigenlijk wel leuk om daarover na te denken. De wereld van AI komt ook als het gaat over cyberveiligheid heel hard op ons af. En ik denk dat je dat niet meer alleen kan bedenken, omdat de krachten en machten die spelen in die wereld best groot en stevig zijn. We starten dus een denktank om te kijken hoe we in Nederland AI binnen onderwijs en onderzoek de juiste plek kunnen geven. Ik denk dat we een hartstikke goede startpositie hebben om de nieuwe uitdagingen zoals AI of quantum gewoon weer goed met elkaar aan te kunnen gaan. En daar gewoon voor onze instellingen mooie dingen voor te doen voor onderwijs en wetenschap. Ik zie vooral kansen.